Dit is dan wel een hele bijzondere van CQ. In de schaal 51 weer. Het is een zogenaamde CQ bomenoogstmachine. Nou, wat is het? Wat kun je ermee? Het is dus bedoeld om bomen te oogsten, te harvesten, zoals ze dat benoemen. Van John Deere dus. Ze is hier ook al aan het kleurgebruik kunnen zien. Ten eerste, de voorkant lijkt een beetje op een normale tractor, maar achterop zit dus een systeem waarmee je dus, die cabine die draait trouwens om, dat is leuk om te vertellen. Dus zo de transportstand rij naar je werk toe, draai hem om, babywerk zelf. Er zit hier een systeem op waarmee je dus bomen kunt oppakken. Nou, hier doe je deze zo open en klem je erin. En deze arm die kan natuurlijk gewoon vrijelijk bewegen om op een gegeven moment als eerste die bomen op te pakken waar ze liggen. Nou, wat doet hij? Zoals je het al kunt zien, aan deze boomstam zitten al geen takken meer, hoe komt dat? Hier zitten een soort zagen aan, waardoor je ze dus met behulp van deze rollen, hier zitten twee van die rollen, zo heb, deze erin laten rollen. Dus alle takjes die in de zijkant zitten, die zaagt er zo in één keer af. Aan het eind zit hier nog een extra zaag waarmee die hop, op maat afzaagt, waardoor je dus lange bomen die hebt liggen, zo op een gegeven moment de twee helften al weg kunt zagen. Eigenlijk dus van CQ een heel bijzonder mooi model. Zo, zet je deze weer omhoog. En kun je dus die boomstammen afleggen waar je ze op een gegeven moment wil hebben. Van CQ, vind je het gewoon een leuk model voor je eigen uitbreiding, voor je eigen verzameling wat je hebt? Of hoort het gewoon thuis binnen je eigen speelset? Nou, hebben wij die voor jou van Tims beschikbaar? Vind je het een leuk model? Kun je het linkje hiernaast klikken, heb jij met enkele dagen in huis.